Welkom bij dit korte filmpje over soorten en meetmodellen voor onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek met code BW0821. Als je onderzoek doet naar mensen in de onderwijswetenschappen of managementwetenschappen of psychologie of welk ander veld dan ook, dan onderzoek je uiteindelijk de hersenen van mensen. Tenminste, als je onderzoek doet naar menselijk gedrag en de oorzaken van menselijk gedrag. In onze hersenen hebben wij allerlei hersencellen, neuronen, en daar hebben we er ongeveer 90 miljard van. Dus dat is best veel, dat is 90 met 9 nullen. Die neuronen die zijn gemiddeld genomen verbonden met 7000 andere neuronen. Dat is een wat ander plaatje dan wat je letterlijk soms in tekstboeken ziet staan. Daar heb je vaak een schematische weergave van hersencellen, van neuronen. En daar zie je vaak veel minder verbindingen, dat ze met een paar andere neuronen zijn verbonden. Maar gemiddeld genomen zijn dat dus veel meer, dus 7000 ongeveer. Dat betekent dat er heel veel verbindingen zijn in je hersenen. Dat moet ook wel, want dat is wat jij bent. Dus dat mag ook wel wat zijn, zeg maar. Dat zou een beetje een anticlimax zijn als je er maar 3 had. Zo'n hersencel kan ongeveer 200 keer per seconde vuren. Dus per uur, dat is een heel lang uur, per uur kan één zo'n hersencel dus ongeveer 720.000 keer vuren. Dat betekent dat als je dat allemaal op zou willen nemen, als je dus data zou willen verzamelen over alle activatie, alle gedachtes, emoties, alles wat een mens is, bij één persoon, en je zou dat alleen maar coderen als 0,1 voor elk van die verbindingen of die vuurt in 1/200ste seconde, dan is dit ongeveer hoeveel data je nodig zou hebben. Dat is heel veel, veel te veel om te verzamelen en te analyseren. En tegen de tijd dat je dat geanalyseerd zou hebben, zou het alweer niet meer van toepassing zijn. Want dat duurt natuurlijk super lang en je hebt heel veel mensen. En die analyse kost ook tijd. Dat betekent dat de dingen waarvan we zeker weten dat ze ons gedrag veroorzaken, namelijk onze hersenactiviteit, die uiteindelijk onze motoneuronen hier aansturen, die uiteindelijk al het gedrag veroorzaken, dat we dat niet rechtstreeks kunnen bestuderen. Tenminste, dat kan wel op een heel klein niveau, maar niet voor onze hele hersenen tegelijkertijd. Die hersencellen, dat zijn zogenaamde natuurlijke soorten. Dat betekent dat ze echt bestaan in de wereld, los van wat wij ervan vinden, los van hoe wij ze noemen, los van labels en definities die wij gebruiken. Ander voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld water. Water is gedefinieerd als alle moleculen die bestaan uit 2 waterstofatomen en 1 zuurstofatoom. Er is dus nooit een molecuul wat bestaat uit 2 waterstofatomen en een zuurstofatoom dat geen water is. Het kookpunt van water is nog zo'n voorbeeld van de natuurlijke soort. Dat is ongeveer 100 graden. En je kunt discussies hebben over hoe je koken precies definieert. En dat hebben ze vroeger vast gedaan. Of er 1 bubbeltje moet zijn, of dat er een paar bubbeltjes moet zijn, of dat er een bepaalde hoeveelheid stoom gegenereerd moet worden, et cetera. Whatever. Daar kun je discussies over hebben. Maar hoe je dat ook definieert, je gaat niet uitkomen op min 50 graden of op 800 graden Celsius. Je komt altijd rond ongeveer 100 graden. En het bevriespunt van water ligt ongeveer rond de 0 graden. Wat wij daarvan vinden, hoe wij dat definiëren als mensen, is irrelevant. Dit zijn dus natuurlijke soorten die in de wereld om ons heen bestaan, los van wat wij daarvan vinden. Zulke neuronen zijn voorbeelden van die natuurlijke soorten. En de manier waarop die werken, dat ze vuren, dat ze dus bepaalde neurotransmitters releasen, loslaten, die dan door het volgende neuron worden opgenomen. Dat zijn ook natuurlijke soorten. Op dat niveau is het dus allemaal redelijk makkelijk om onderzoek te doen in vergelijking met psychologie. Want je bestudeert tenminste iets wat gewoon bestaat en waarbij wat jij ervan vindt geen invloed heeft. Er zijn ook sociale soorten. Dat is bijna een beetje het omgekeerde. Vrijheid en rechtvaardigheid zijn bekende voorbeelden van sociale soorten. Die zijn gedefinieerd door mensen. Rechtvaardigheid is niet iets dat bestaat in de natuur. Als er geen mensen zouden zijn die dat hadden bedacht, dan was dat hele concept er niet. Het kookpunt van water en het bevriespunt van water was precies hetzelfde geweest als er nooit mensen waren geëvolueerd. Maar vrijheid en rechtvaardigheid, die hadden gewoon niet bestaan. Dat hebben wij bedacht. Wij hebben daar een soort van definities voor. Die definities kunnen heel erg verschillen. Daarom hebben wij een juridisch systeem. En kun je dat bestuderen? En zijn er mensen die daarin promoveren? En zijn er verschillen tussen landen, et cetera, et cetera. Dit zijn de sociale soorten die, er is geen enkel idee, geen pretentie dat het echt bestaat. Het is gewoon iets waar wij het met z'n allen vaak over eens zijn. Een ander voorbeeld van een sociale soort is gender. Gender
wordt gedefinieerd als de opvattingen die een bepaalde maatschappij hebt over wat mannelijkheid of vrouwelijkheid is. Dus het is iets anders dan geslacht, wat meer een biologische definitie is. Maar het gaat veel meer om hoe mensen zich voelen. En dat kun je dus meten op een schaal. En die definities van gender, wat bijvoorbeeld typisch mannelijk is of wat typisch vrouwelijk is, kunnen dus verschillen binnen Nederland of van land tot land en van cultuur tot cultuur. En die verschillen over tijd ook heel erg. Dus dat zijn sociale soorten. Je hebt ook praktische soorten. Sociaal-economische status is daar een voorbeeld van. Dat wordt bijvoorbeeld gedefinieerd als een combinatie van inkomen, het type werk dat iemand doet en de hoeveelheid status, prestige die iemand heeft. Je kunt er ook andere definities van hebben, maar hoe je het ook definieert, een gemeenschappelijk kenmerk is dat het heel erg duidelijk is dat sociaal-economische status een zinnig concept is. Je kunt het soort van berekenen voor mensen, je kunt mensen ermee categoriseren, daar kun je van alles mee verklaren. Dus we weten dat allerlei gezondheidsproblemen vaker voorkomen bij mensen met lage sociaal-economische status. Dat ligt dus niet alleen aan hun inkomen, het ligt ook niet alleen aan hun werk, het ligt ook niet alleen aan hun status, maar het is een combinatie van die dingen. Super nuttig dus, kun je van alles mee, maar er is geen enkele pretentie dat er iets als sociaal-economische status echt is ergens in de wereld. Laat staan dat mensen het bijvoorbeeld in hun hoofd zouden hebben. Net zoals dat mensen niet een stukje vrijheid of rechtvaardigheid in hun hoofd hebben, hebben ze ook niet een stukje sociaal-economische status of zo. Maar het is wel super nuttig om dat zo te definiëren. Ander voorbeeld van een praktische soort is bijvoorbeeld een graad, een diploma. Als je afstudeert, dan is dat een soort van de graad, de soort van titel die je krijgt, is een combinatie van allemaal dingen. Waarbij niet de implicatie is dat dat hetzelfde is. Bijvoorbeeld, je kunt statistische analyses doen met minimaal één softwarepakket. Je begrijpt wanneer je die analyses moet doen. Als je psychologie studeert, dan kun je nadenken over wat voor soorten er bestaan. Je kunt nadenken over de persoonlijkheid van mensen en hoe je dat onderzoekt. Je kunt nadenken over hoe je in kaart brengt waarom mensen doen wat ze doen. Je weet iets over verschillende psychopathologieën. Dat zijn allemaal heel verschillende dingen die niet representaties zijn van hetzelfde ding in de wereld. Maar het is toch nog steeds super nuttig om te weten of iemand is afgestudeerd als psycholoog. Of dat iemand is gepromoveerd in de psychologie. Dus dat is ook een praktische soort. Dan heb je nog complexe soorten. Dus mensen bijvoorbeeld zijn complexe soorten. Niet alleen omdat mensen heel complex zijn, wat ook waar is. Maar ook omdat er geen simpele definitie te geven is die altijd opgaat. Tenminste, dat kan misschien wel als je er heel lang over nadenkt. Op het niveau van DNA bijvoorbeeld. Maar zelfs dan zijn er waarschijnlijk uitzonderingen te bedenken. Dus als je het nog niet op het niveau van DNA doet, maar je kijkt gewoon naar een mens, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, een mens is een levend wezen met twee armen en twee benen en hersenen die ongeveer zoveel kilo wegen, etc. Maar je hebt ook allemaal mensen die niet twee armen hebben, of niet twee benen, of allebei niet. Of wiens hersenen zwaarder zijn of lichter zijn, etc. Dus het is een soort combinatie van allerlei dingen. Een ander voorbeeld is een stoel bijvoorbeeld. Je zou kunnen zeggen een stoel is iets waar je op kunt zitten. Je kunt zeggen een stoel is iets waar je op kunt zitten die vier poten heeft en een rugleuning. Dan kun je discussies gaan voeren over of een krukje een stoel is of niet, etc. Complexe soorten zijn dus soorten die soort van die een hele serie kenmerken hebben. Geen van de kenmerken volstaat om iets tot die soort te laten behoren. En de configuratie waarin die kenmerken voorkomen verschilt dus. Dat is dus iets heel anders dan bijvoorbeeld water, een natuurlijke soort. Alle moleculen met twee waterstofatomen en één zuurstofatoom zijn water. Zoiets geldt voor complexe soorten niet. Bij complexe soorten gaat het om de combinatie van kenmerken die maken dat iets ergens aan voldoet. De benadering die in de DSM wordt gekozen voor veel psychopathologieën, komt in de buurt van complexe soorten. Dat bijvoorbeeld wordt gesteld, er is een lijst met symptomen en een aantal daarvan komt voor. Als psychopathologieën een natuurlijke soort waren geweest, had je dat natuurlijk niet zo gedaan. Dan had je gezegd, dit en dit en dit is precies hoe het eruit ziet en als het er anders uitziet, dan is het niet depressie of wat dan ook. Als je onderzoek doet naar mensen, dan onderzoek je wat we vaak constructen noemen.
En een construct betekent niet noodzakelijk dat het sociaal geconstrueerd is, maar het betekent ook niet dat het als een natuurlijke soort bestaat in je hoofd. Dat is een beetje uitdagend. Dat creëert een groot probleem binnen de psychologie. Omdat die dingen, die constructen in ons hoofd, niet als een natuurlijke soort bestaan, zijn er allerlei verschillende meetinstrumenten om die te meten en allerlei verschillende definities die soms overlappen en soms niet. Je ziet hier rechts zie je 6 meetinstrumenten voor depressie en die meten in totaal 52 symptomen. En je ziet dat die overlap daartussen eigenlijk bedroevend laag is. Of jij als depressief wordt geclassificeerd door zo'n meetinstrument, hangt dus maar net af van welke symptomen je hebt en of die toevallig door het meetinstrument in kaart worden gebracht. Dit is dan depressie. Dit is een serieus probleem, omdat daar soms behandelplannen op basis daarvan behandelplannen worden opgesteld. Gelukkig kijkt er ook altijd iemand mee. Maar als we al niet eens meetinstrumenten kunnen maken die eenduidig zijn, hoe zeker weten wij dan of klinici met hun training, die voor iedereen anders is, wel dezelfde diagnose stellen? Dit is dus een uitdaging. Dus hoe wij constructen definiëren en meten is belangrijk. Is eigenlijk belangrijker dan de substantieve vragen die we erover stellen. Als wij een onderzoeksvraag willen bestuderen, dan kan dat pas op een zinnige manier als wij heel duidelijk die constructen hebben gedefinieerd en kunnen meten en zeker weten dat we het allemaal over hetzelfde hebben. Dat moeten we eerst allemaal goed regelen voordat het zinnig is om na te denken over of dingen met elkaar samenhangen, of dingen elkaar beïnvloeden, etc. Een van de kerntermen die daarvoor wordt gebruikt is validiteit. En vroeger, lang lang geleden, was validiteit heel eenvoudig. Toen had je gewoon criterium validiteit. Toen was het hele concept van constructen was er nog niet. Toen was het idee gewoon, je hebt mensen die gaan, massaproductie kwam op, dus je had net fabrieken waar mensen dingen deden. En er was een behoefte om te weten of mensen werk goed konden doen, zonder dat die mensen eerst dat werk hoefden te doen. Daar zijn natuurlijk meetinstrumenten voor ontwikkeld en die zijn natuurlijk super makkelijk te onderzoeken. De validiteit is dan gewoon hoe goed iemand dat werk doet en wat er uit het meetinstrument komt. En als dat heel hoog correleert, heb je dus een goed meetinstrument. Perfect. Op een gegeven moment wilden mensen ook wat complexere vaardigheden in kaart brengen die je niet gewoon met één taakje kon onderzoeken. Toen hebben ze contentvaliditeit bedacht. Toen was het idee, je gaat gewoon een aantal experts vragen of zij vinden dat het meetinstrument wel ongeveer de lading dekt. Dat wordt natuurlijk al een stuk penibeler, zeg maar. Je begeeft je al op glad ijs. Maar toen werd het nog complexer. Toen wilden mensen dingen meten waarbij niet een duidelijk domein bestond en waarbij niet duidelijk een groep experts de autoriteit had om te bepalen of zo'n meetinstrument contentvaliditeit had. Bijvoorbeeld angststoornissen of angst of persoonlijkheid of depressie of intelligentie, etc. Toen is er een commissietje van 2 personen in het leven geroepen, Krombach en Mill, die allebei heel slim waren en goed wisten waar ze mee bezig waren. Die hebben toen constructvaliditeit bedacht. En het idee van constructvaliditeit is dat je in je onderzoek tegelijkertijd een theorie en de meetinstrumenten voor die theorie onderzoekt. En je formuleert dan een hele lijst met eisen. En als dat allemaal klopt, dan heb je bewijs gevonden voor je theorie en voor het meetinstrument. Het probleem is een beetje dat dat eigenlijk niet goed is toegepast. Dat is namelijk moeilijk en veel werk. En heel vaak bleek natuurlijk dat dingen niet valide waren. Dus dat werk is ook niet altijd. Dat was niet altijd rendabel. En dat is een beetje uitgehold tot wat nu vaak gebeurt. En dat is dat mensen alleen maar naar wat correlaties kijken. Vaak zelfs zonder van tevoren duidelijk te definiëren wanneer ze concluderen dat het meetinstrument niet valide is. Dus dat betekent dat kan eigenlijk niet echt fout gaan. Validatie in de praktijk is een beetje uitgehold tot een ritueel waarbij een aantal meetinstrumenten worden afgenomen. Er worden wat correlaties berekend. Dan wordt er een factoranalyse gedaan. Er wordt interne consistentie berekend. En als het goed is, dan wordt er een normeringstabel opgesteld. Dat is al super nuttig. Maar dat wordt ook niet altijd gedaan. En daarna wordt gewoon gesteld dat het meetinstrument valide is. Er kan eigenlijk niet echt uitkomen dat het niet valide is. Dat is een probleem natuurlijk, want dat betekent dat we niet altijd weten wat we meten. Daarom is op een gegeven moment zijn mensen hierover na gaan denken. En toen is gesteld, misschien moeten we daarmee ophouden en moeten we anders gaan nadenken over validiteit. Moeten we gewoon zeggen, validiteit is gewoon dat je weet wat je meet.
En je weet dat je meet wat je meet, doordat je snapt hoe je meetinstrument werkt. Ik ga je verder nog op in een filmpje over validiteit. Een van de kernpunten bij weten hoe je meetinstrument werkt, is het onderliggende meetmodel. Daar kom ik zo op terug. Voordat je daarover na kan denken, moet je dus heel goed snappen wat voor construct je het eigenlijk over hebt. Wat je aan het meten bent. Deze visualisatie, dit plaatje kan daarbij helpen. Dus dan kun je een beetje proberen om de psychologie te visualiseren op een kleiner niveau dan je gebruikt als je het over constructen hebt, maar een groter niveau dan als je het over neuronen hebt. Dus in concepten, in simpele woorden, in indrukken. En dan kun je gaan nadenken over wat nu precies wel en niet onder je construct valt. Als je daar moeite mee hebt, dan is dat een indicatie dat je het construct onvoldoende begrijpt. En dan moet je misschien nog niet richting een meetinstrument, maar dan moet je misschien eerst langer nadenken over waar je het eigenlijk precies over hebt. Als je dat helder hebt, kun je nagaan denken over meetmodellen. In de praktijk is de situatie nu, en dat is op zich niet eens erg, maar de situatie is nu vaak dat het idee van mensen is dat je met meerdere meetinstrumenten hetzelfde kunt meten. Zoals hopelijk nu duidelijk is, is dat niet zo. Want afhankelijk van hoe je je construct definieert, zijn heel veel constructen niet noodzakelijk een natuurlijke soort. Die, onafhankelijk van wat wij ervan vinden als mensen, ergens bestaan in onze hersenen. En die je dus met 2 of 3 verschillende vragenlijsten kunt meten. Als je verschillende meetinstrumenten gebruikt, meten die ook andere stukjes psychologie. Ze gebruiken andere woorden, ze gebruiken andere vraagstellingen. Ze activeren dus andere stukjes psychologie bij het genereren van de respons. Bij het aanvinken van een antwoord bijvoorbeeld. Dus je meet andere dingen in het hoofd van mensen. Die definities van die constructen zijn vaak ook anders. Dus sommige mensen kunnen deze definitie van attitude gebruiken. Andere mensen gebruiken misschien die definitie. Andere mensen gebruiken die definitie. En hier valt het op zich nog mee. Deze overlappen nog heel erg. Maar het blijkt, als je echt in detail gaat kijken naar de definities die mensen hanteren, dat die lang niet zo sterk overlappen altijd. Bovendien weet je hier niet wat de goede is. Dat is natuurlijk niet echt een goede, tenzij je aanneemt dat attitude een natuurlijke soort is. Want als attitude geen natuurlijke soort is, dan bestaat die toch niet als een clustertje neuronen bij wijze van spreken in je hersenen. Maar dat betekent dus ook dat de blauwe definitie, de groene definitie, de rode definitie, die zijn allemaal te verdedigen. Dat betekent dus dat het niet eens een kwestie is van de goede vinden. Het feit dat er meerdere definities tegelijkertijd bestaan is niet eens erg. Als je maar heel helder hebt welke definitie je hanteert en welke je moet meten. En dat moet natuurlijk kloppen met het meetinstrument, met de inhoud. Die meetinstrumenten kunnen een aantal meetmodellen hebben. En we bespreken de 3 in de cursus. Eén daarvan is een reflectief meetmodel. Een reflectief meetmodel is het meetmodel waar de meeste mensen intuïtief aan denken, maar ook best vaak ten onrechte. Het idee bij een reflectief meetmodel is dat er 1 construct is. En dat construct veroorzaakt, kausaal, de score op de items. Je zou bijvoorbeeld kunnen stellen dat er iets is als depressie. Dat manifesteert zich als bepaalde patronen in hoe mensen denken en voelen en de associaties die ze hebben. En je responsmodel kan dan zijn dat je mensen een aantal vragen voorlegt en een aantal antwoordopties geeft. Dat mensen over die vragen nadenken. Dat de manier waarop ze erover nadenken beïnvloed wordt door of ze depressief zijn of niet. En dat dat zich manifesteert in de responses, de scores, de antwoordopties die ze uiteindelijk geven. Dat zou een voorbeeld zijn van een reflectief meetmodel, waarbij je uitgaat van een latent construct depressie. Je hebt ook een formatief meetmodel. Dat is bijna hetzelfde, maar de pijltjes lopen andersom. En daardoor is het helemaal niet hetzelfde. Bij een formatief meetmodel is het construct gedefinieerd als iets wat je samenstelt uit de scores op die items. Als je datzelfde zou toepassen op depressie, dan zou je bijvoorbeeld zeggen, het is niet zo dat het responsmodel zodanig is dat depressie de scores veroorzaakt. Nee, het ene item meet iets wat meet slapeloosheid. Het andere item meet of mensen nog zin hebben om nieuwe dingen te ondernemen. Het andere item meet negatief affect. Het andere item meet eetlust. Dat zijn dingen waarvan we weten dat ze onafhankelijk zijn. Het is niet zo dat als mensen minder zin hebben om dingen te ondernemen, dat ze dan daardoor noodzakelijkerwijs slechter slapen of dat die 2 altijd worden veroorzaakt door hetzelfde. Nee, we erkennen dat dat verschillende dingen zijn, maar
die combinatie van die dingen noemen we depressie. Dat zou een formatief meetmodel zijn. En dan heb je een netwerkmeetmodel. Dat correspondeert met complexe soorten, waarbij je kunt zeggen, dingen, elk van die symptomen, elk van die dingen die die items meten, meten iets bij mensen en die beïnvloeden elkaar allemaal. Het is dus niet zo dat wij depressie definiëren als een combinatie van die scores. Het is ook niet zo dat depressie alle scores veroorzaakt. Nee, depressie bestaat alleen in het patroon tussen die scores. Bijvoorbeeld, als mensen slapeloos zijn, slecht slapen zeg maar, last hebben van slapeloosheid, dan hebben ze daardoor minder energie, zijn ze wat meer geïrriteerd en hebben ze wat minder zin om nieuwe dingen te ondernemen. En dan voelen ze zich wat gefrustreerd en daardoor voelen ze zich dan weer, hebben ze meer negatief effect. En als ze zich de hele tijd slecht voelen, hebben ze daardoor wat minder eetlust. En als ze niet zo goed eten, dan slapen ze daardoor slechter. Zo kun je stellen dat er een aantal symptomen zijn die elkaar een beetje in stand houden. Dat zou een netwerkmeetmodel benadering zijn van depressie. Wat voor meetmodel je kiest, of definieert, waar je van uitgaat bij een bepaald construct, bepaalt hoe je dat verder kunt onderzoeken. Als je een reflectief meetmodel hebt, dan betekent dat dat de correlaties tussen die scores op die items indicatief zijn voor de mate waarin die items worden veroorzaakt door dat construct. Dat betekent dat het heel zinnig is om die correlatiematrix te gebruiken om te kijken hoe sterk die items met elkaar samenhangen, want die samenhang tussen die items is indicatief voor dat construct. Die samenhang tussen die items komt dan namelijk omdat die scores op die items allemaal worden veroorzaakt door dat ene construct. Dus dan kun je interne consistentiematen gaan berekenen. En als die interne consistentie dan hoog is, dan betekent dat dat die items die je hebt allemaal heel sterk worden beïnvloed door dat construct. En met een reflectief meetmodel is dat goed. Je kunt ook factoranalyse gebruiken. Dus als jij een serie met 20 items hebt en je gaat uit van een reflectief meetmodel met twee onderliggende constructen, dan zou je in een factoranalyse moeten zien dat die items elk op hun bijbehorende construct laden. En idealiter, als je wil dat het onafhankelijke constructen zijn, onafhankelijke schalen, zo weinig mogelijk op de andere, het andere factor. En je kunt die scores dan aggregeren. Je kunt dan zeggen, ik heb hier 6 items. De scores van een persoon op die 6 items worden allemaal beïnvloed door hun construct, door hun extraversie of hun depressie of hun wat dan ook. Dat betekent dus dat als ik het gemiddelde van die 6 scores neem, dat ik een betere inschatting heb van dat construct dan als ik maar 1 item zou nemen. Dat is, kun je allemaal met een reflectief meetmodel. Je hebt ook een formatief meetmodel. Bij dat formatieve meetmodel, bijvoorbeeld als je ervan uitgaat dat als je gewoon zegt, ik definieer depressie als een combinatie van deze symptomen, maar er is geen noodzakelijk, het is niet noodzakelijk zo dat die scores op die items allemaal worden veroorzaakt door of mensen meer depressie hebben. Bij zo'n formatief meetmodel is er geen reden om aan te nemen dat die scores op die items samenhangen. Dus nee, laten we een ander voorbeeld nemen. Welbevinden, dus welzijn zeg maar, hoe goed mensen zich over het algemeen voelen, is een goed voorbeeld van een construct wat meestal een formatief meetmodel heeft. Dus, er is, dus hoe, hoe goed mensen zich voelen hangt af van hoe tevreden ze zijn met hun sociale contacten, hoeveel aandacht ze van mensen krijgen, hoe nuttig ze zich voelen in hun dagelijkse werkzaamheden of activiteiten, hoe fit ze zich voelen, hoe goed ze slapen, hoe lekker ze eten. Nou, dat zouden allemaal dingen kunnen zijn die bijdragen tot iemands welzijn, welbevinden. Maar die dingen, die correleren niet. Er is geen reden om aan te nemen dat als iemand veel vrienden heeft, dat die persoon dan ook nuttiger werk doet, bijvoorbeeld. Dus, impliciet in de definitie van dat construct, welbevinden, zit dat die verschillende dingen die je gaat meten elkaar niet beïnvloeden en niet worden veroorzaakt door hetzelfde. Het is ook niet zo dat als iemand hoger welbevinden krijgt, dat die persoon daardoor nuttiger werk doet. Dus elk van die indicatoren staan los van elkaar. Dat zijn andere stukjes van de realiteit. Maar het is nog steeds zinnig om die samen te aggregeren. Net zoals met sociaal-economische status. Het is nuttig om van een groep mensen te kijken hoe hoog hun welbevinden is. En dan kun je bijvoorbeeld een interventie toepassen of therapie toepassen. En dan zou je kunnen kijken of dat welbevinden stijgt of daalt. Dat is super bruikbaar. Maar daarvoor hoeft welbevinden niet als een soort natuurlijke soort te bestaan. Dus dit is veel meer een praktische soort.
En tot slot is er het netwerkmeetmodel. Daarbij kun je wel naar die correlaties kijken. Sterker nog, de analyses die hier gedaan worden, daarbij zijn de correlaties de input voor die analyses. Maar alle traditionele analyses, zoals interne consistentie en factoranalyse, kun je niet meer gebruiken. En dit is een vrij nieuw veld en vrij geavanceerd. Dus dat betekent dat dit verder niet in het curriculum zit, hoewel het vaak wel van toepassing is. Dus het is belangrijk om te weten dat het bestaat, maar je hoeft er verder niks mee te doen. Dus dat is een netwerkmeetmodel. Daarbij kun je ook zinvol aggregeren. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, er zijn 20 symptomen. Die symptomen kunnen elkaar beïnvloeden op allerlei manieren. In die symptomen kan een soort patroon bestaan. En dat definiëren we als ons construct. Bijvoorbeeld een angststoornis of wat dan ook. En dat kun je ook zinvol aggregeren. En dan heb je een maat voor hoe de mate waarin iemand een angststoornis heeft. Dus de conclusie is dat je constructen hebt. Die constructen die zijn nodig om de menselijke psychologie te onderzoeken. Omdat we nu eenmaal niet al die zenuwcellen bottom-up kunnen onderzoeken. Daarbij is het belangrijkste dat je een hele duidelijke, uitgebreide, expliciete definitie hebt. Je moet precies weten wat voor stukje van de psychologie je het eigenlijk dan over hebt. Je moet weten of je een natuurlijke, sociale, praktische of complexe soort beschrijft. En dat hangt samen met wat voor soort meetmodel je gebruikt. En daar volgt dan uit of interne consistentie zinvol berekend kan worden of factoranalyse zinvol berekend kan worden. Dus interne consistentie zinvol kunnen berekenen of factoranalyse zinvol kunnen berekenen is niet altijd zo als je een meetinstrument hebt. Het is ook niet dat het beter is als het zinvol is of zo. Het hangt er gewoon vanaf of je het goed doet, gegeven het meetmodel en de soort die erbij hoort. En het begint allemaal met de definitie van je construct. Het is belangrijk om goed te snappen wat je precies onderzoekt. Dus stel je voor dat je... even kijken. Moet ik wel even iets nemen waar ik genoeg van weet om er zinvolle vragen over te stellen. Nou, dan nemen we waargenomen normen. Dat wordt veel gebruikt bij onderzoek over gedragsverandering, wat ik doe. Je hebt twee soorten waargenomen normen. Binnen een theoretisch kader wat ik vaak gebruik. De beredeneerd gedragsbenadering, de reasoned action approach. Die stelt één soort waargenomen normen gaat over wat ik denk dat andere mensen doen. Dus als het bijvoorbeeld gaat over hard studeren voor cross-sectioneel onderzoek, dan heb ik een hoge descriptieve norm. Als ik denk dat alle medestudenten ook heel hard studeren voor cross-sectioneel onderzoek, en je hebt de injunctieve norm, en die gaat erover of ik denk dat andere mensen vinden dat ik hard moet studeren voor cross-sectioneel onderzoek. Dus het gaat niet om of ik denk dat andere mensen vinden dat ze zelf hard moeten studeren, het gaat er alleen maar om of over de waargenomen goedkeuring die ik heb, over mijn gedrag. Dus of andere mensen vinden dat ik iets moet doen. Dat zijn vrij heldere definities. Dat betekent dus ook dat je die waargenomen norm niet kunt meten door te vragen in een vragenlijst. Denk jij dat je collega's vinden dat ze hard moeten studeren voor cross-sectioneel onderzoek? Volgens die definitie meet je dan iets anders. Je kunt ook niet vragen, vind jij dat je hard moet studeren voor cross-sectioneel onderzoek? Of vind jij dat je collega's hard moeten studeren voor cross-sectioneel onderzoek? Bovendien volgt uit deze definitie van het construct dat je dus nooit een reflectief meetmodel kunt gebruiken. Want het gedrag van mensen om mij heen is natuurlijk niet gecorreleerd. Dat wil zeggen, dat kan wel gecorreleerd zijn, maar niet omdat er in de wereld iets is waardoor die mensen hetzelfde doen. Dus of mijn aangenomen dat iedereen cross-sectioneel onderzoek doet, wat natuurlijk wel zou moeten, is het niet zo dat mijn gezinsleden om dezelfde reden cross-sectioneel onderzoek doen dan als mijn collega's en als de buren. Dus die descriptieve norm, de indruk die iemand heeft van het gedrag dat andere mensen uitvoeren, dat zijn allemaal andere variabelen. En dat betekent dat je dus een formatief meetmodel hebt. En dat betekent dat als je een meetinstrument hebt voor waargenomen norm, voor descriptieve norm of injunctieve norm, dat je nooit zinnig een coëfficiënt alfa of een omega kunt berekenen. Want die gaat uit van een reflectief meetmodel, waarbij die samenhang tussen die variabelen indicatief is voor een onderliggend latent construct. Maar de waargenomen sociale norm die ik ervaar, die bestaat niet uit één construct wat veroorzaakt wat ik denk dat andere mensen denken. Die bestaat uit wat al die andere mensen denken, gefilterd via mijn waarneming en zo. Maar het start dus in al die andere mensen. Dus
op die manier kun je daar een beetje over nadenken. En dan kom je dus soms tot de conclusie dat je een formatief meetmodel hebt, soms een reflectief meetmodel, soms een netwerkmeetmodel, etc. Het belangrijkste van het hele verhaal is dus heel helder te hebben wat een construct dan precies is, volgens zo'n definitie. En dan was dit het voor vandaag.